Helaas heeft het ANP de eerste uitslagen binnen van de Provinciale Statenverkiezingen. In Den Haag zit Frits Wester, zoals Lucas zei. Frits, de eerste opvallende zaken. Ja, het meest opvallende is natuurlijk dat regeringspartijen, VVD en Partij van de Arbeid verliezen. VVD misschien wel de grootste, maar en de Partij van de Arbeid heel fors verliest. Maar ook samen met die drie bevriende oppositiepartijen, D66, ChristenUnie en SGP, geen meerderheid straks meer in die Eerste Kamer. En dat betekent dat daar andere partijen voor nodig zijn. Deze drie partijen, oppositiepartijen die het kabinet hebben gesteund, die winnen wel. Sommige echt fors, bijvoorbeeld D66, ook GroenLinks, ook de ChristenUnie en SGP winnen. Ja, en die andere oppositiepartijen die het kabinet helemaal niet wilden steunen, zoals het CDA, wint, SP wint behoorlijk. En ook GroenLinks. Ja, en dan is het kabinet ook aangewezen op de steun van één van deze drie partijen straks. Ja, en de vraag is dus in totaal niet, hoeveel komen ze tekort in de Eerste Kamer? Want daar ging het om uiteindelijk vandaag. Nou, bij deze stand, bij de laatste polls, is dat ongeveer drie zetels die ze tekort komen. Dat zou GroenLinks kunnen gaan invullen. En GroenLinks, de fractievoorzitter daarvan in de Eerste Kamer, stak de hand eigenlijk al wel een beetje naar het kabinet uit. Van het CDA weten we het. Die willen niet aan de onderhandelingstafel zitten. Dat geldt ook voor de SGP. Nou, misschien dat GroenLinks het kabinet te hulp wil komen. Maar dat, dat kost natuurlijk wel een prijs. Die willen daar wel iets voor terug hebben. En zou het CDA ook niet in deze omstandigheden alsnog tegen een bepaalde prijs het kabinet willen gaan steunen? Of is dat ondenkbaar? Ja, ze zeggen iedere keer bij het CDA van wat goed is steunen we en wat we niet goed vinden steunen we niet. Maar we gaan niet aan tafel zitten om te onderhandelen. En dat is ook een beetje de houding die de SP steeds aanneemt. Wat ik overigens ook opvallend vond trouwens bij deze uitslag. Het heeft natuurlijk ook te maken met de opkomst dat de PVV van Geert Wilders verliest. PVV lang als grootste in de peilingen gestaan de afgelopen weken, maanden, verliest. En D66 wint wel fors. Maar dat leek ook eerst veel meer te zijn. Die leek ook wel mogelijk de grootste partij te kunnen worden. Nu toch weer de VVD. En dat waarschijnlijk. En dat is verrassend. Nog één ding, Frits. Hoe laat ongeveer verwacht je de definitieve uitslagen? Ja, het gaat natuurlijk heel langzaam allemaal met het getel. Want ook die waterschapsverkiezingen, dat moet ook allemaal geteld worden. Die biljetten moeten gespitst worden. Ik denk dat we definitief iets weten. Uur of 1, 1:30. Dankjewel.